In 2048 loopt het verdrag van Antarctica af. Antarctica, dat is de sensor voor de gezondheid van de planeet. Maar het is ook de plek waar meer dan 90% van de totale zoetwatervoorraad op aarde ligt opgeslagen. Als dat smelt, als het daar fout mee gaat, dan loopt het ook slecht met ons af. Zeker met Nederland. Dus we moeten dat Antarctica beschermen, actief beschermen. De vraag is, hoe gaan we dat doen? Om te beginnen, die beschermde status moet behouden blijven. Maar dat vergt dat wij als samenleving, mondiale samenleving, daarvoor druk uitoefenen op de leiders van de landen die dat moeten bevestigen. Op 12 december, is het precies 5 jaar geleden dat diezelfde wereldleiders in Parijs afspraken dat wij drastisch klimaatactie zouden gaan ondernemen. Er worden nodige pogingen ondernomen, maar het is nog verreweg onvoldoende. En in ieder geval is het beschermen van Antarctica een maatregel die we in elk geval zouden moeten nemen. Om druk op die wereldleiders uit te oefenen, gaan we als mensheid op 12/12 7 miljard stappen zetten. 7 miljard mensen. The Walk, zo gaat het heten, is een initiatief van de 7 Billion Club die op die manier voortdurend aandacht wil blijven vragen dit jaar, volgend jaar, het jaar daarna, tot 2048, om ervoor te zorgen dat die beschermde status behouden blijft. Het is een initiatief van onder andere onze beroemde en volhardende poolreiziger en explorator Wilco van Rooyen, die samen met de twee omgekomen poolonderzoekers, Philippe de Roo en Mark Cornelis, met wie hij nauw heeft samengewerkt, die omgekomen zijn in het onbetrouwbaar geworden ijs van de Noordpool, heeft samengewerkt om het belang van het ijs voor ons als samenleving te benadrukken. Op 12/12 nodigen we je uit om ook mee te doen aan die 7 Billion Walk en om die stappen die je gaat zetten, om die te registreren. Zodat we het samen kunnen aanbieden, symbolisch aan diezelfde wereldleiders. Wilco zelf gaat 28 kilometer lopen, volgend jaar 27, het jaar daarna 26, om de deadline die steeds naderbij komt, steeds nadrukkelijker te onderstrepen. 28 kilometer, dat hoeft niet, maar ik zou je willen uitnodigen. Maak een gezonde wandeling, registreer die op www.the7bclub.org. www.the7bclub.org en laat zien dat je de toekomst van ons allemaal, dat je die belangrijk vindt en dat die beschermde status van Antarctica behouden moet blijven. Dankjewel alvast.